Oké, de volgende ingrediënten zijn sowieso. Oké, nou ik ga proberen zelf even een sausje te maken. Nou, dat is dus een beetje ketchup amanus. Een hele goede avond allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe kookvlog. Koken met Karin. Ja, heb je er al zin in? Nou, ik hoop het wel, want het is vandaag namelijk maandag 28 september 2020. En het is 6:30, wat je wel kan zien bij mij op de klok in de keuken. Ik zou zeggen, pak een pen en een papier en kook gezellig met me mee. En ik zou zeggen, blijf gewoon lekker kijken met koken met Karin. Oké, de volgende ingrediënten zijn sowieso... Hier ga ik bakken voor Roderick. Deze pan is voor mij. Wat heb je nodig? Ik ga een keertje wokken in wokolie van Conimex. Nee, ik word er niet voor gesponsord. Ik ga eens een keer mozzarella erbij doen. Ik weet niet of het smaakt, maar oké. Ik heb wokblokjes. Deze heb ik gekocht bij de Jumbo in Leidschagen. Bij de Mall of the Netherlands. En dan gaat een nasi pakket doorheen. Ja, nou wat zijn de stappen? Dat is heel simpel. Ik ga niet wat in een bakje doen, nee. Ik ga hier mijn sausjes vandaan halen. Dup, die even nu niet. Zo, moet ik het wel goed doen. Ik ga deze pakken. En ik ga de curry en de paprika poeder pakken. En deze erbij pakken. Yep. En ik ga het jullie gewoon laten zien, dus ik ga mijn camera neerzetten en enjoy. Heel veel kijkplezier. Oké, ik heb hier een bak. Daar gaat deze wokblokjes in. Ik ga hem even open snijden. En dan doe ik het zo. Gaat het hele pak erin. En dan gaat die eruit. Yep. Doe ik even daar naartoe. Zo. Even met het mesje los doen. Mooi. Dan pak ik dus ketchup amanus. Altijd ketchup amanus. Die strooi ik er doorheen. Even overheen. Oeh, dat ruikt altijd zo lekker. Ketchup amanus. Ja. Nou, dan doe ik er peper overheen. Ja, ik doe altijd lekker veel. Dat is gewoon lekker. Dan doe ik chilipoeder eroverheen. Dit was eigenlijk trouwens een peper. En dit is mijn chilipoeder. En die haal ik dus ook altijd bij de Jumbo. Lekker grote potten. Dat vind ik altijd heel fijn. En dan doe ik nog even kijken of hier... daar zit dus... Dat is nieuw. Currypoeder eroverheen. Altijd ook fijn. En dan pak ik deze. Dus de kleine gaatjes pak ik. En dan gaat dat er ook overheen. Je hoeft echt niet zuinig te zijn. Helemaal nergens voor nodig. En dan pak ik nog even gewoon een normale paprika poeder. En deze zit dus wel weer gewoon met iets vast. Dat ik er even uit moet halen nog. Zo. Nou. En dan zet ik het weer even terug waar het allemaal hoort. Want dat heb ik allemaal niet meer nodig. Dus ik ga het lekker weer opruimen. Ja toch. Dan doe ik nog een beetje een bieslook erbij.
Zo. Bijna op trouwens. Zo. Nou. Dan doe ik het weer lekker gewoon met mijn mesje er lekker doorheen roeren. Zo. Zo. En dan ga ik dus even dit even in laten trekken. Die laat ik dus even daar staan. En ik ga dus de pannen aanzetten. Ja. Die ga ik even aanzetten. Gewoon met. Moet het wel goed doen. Dat doe ik zo. En doe ik deze ook even aan. En dan pak ik even mijn wokolie. Is allemaal nieuw. Kijk. Scheut in. Hier ook even een lekkere scheut in. En deze ruikt zo lekker. Heerlijk. Nou, dat laat ik even warm worden. En dan ga ik deze gelijk even openmaken. Dus ik laat het jullie weer allemaal lekker zien. Hé, hey, die kan ik ook draaien. Wist ik ook niet. Oh jawel. Dat wist ik wel. Die is los. Aha. Ja. Die even zo. Er zit hier altijd op deze verpakkingen een heel klein streepje, wat je wel eens hier kan zien, met een pijltje. Dat betekent dat je hier dus een kleine inkeping hebt. Kan je hem dus openmaken. Zo. En dan komt hier dus altijd eerst een hele hoop vocht uit. Ja. Altijd. Een bord. Zo. Helemaal top. Zo. Ook weer gedaan. Nou, ik ga de wokolie ruiken. Dus dat is de tijd om de vlees erin te doen. Denk ik zo. Dan eens even kijken. Kijk, je hoort het al. Zo. En dit is ook een mooie nijptang. En dan pak ik ook gewoon even deze. En dan zal ik even wat ook voor Roderick erbij doen. Extra's.
zal die ook wel denk ik vast wel lekker vinden. En dat zijn spekjes voor Roderick. Dat vindt hij altijd wel lekker. Ja, ik ga het jullie niet ontnemen hoe het er al er lekker uit gaat zien. Kijk, dat is mijn pannetje. En dat is Roderick's pannetje. Nou, dat ziet er al mooi uit, hè? Ja. Nou, ik ga mijn pakket alvast er ook in doen. Ik ga te snel. Ik doe ook voor mij even lekker spekjes erbij. Ook altijd wel lekker. Want even op een andere manier koken. Maakt helemaal niet uit. Het is oh zo lekker. Kijk. En ik had dus mozzarella. Ja. Kijk, hier is namelijk mozzarella. Zo. En dan doe ik deze plakjes bij Roderick erin. Ik zal mijn fles even weghalen. Deze even weghalen, dan hebben jullie wat meer zicht op wat ik kan nog gaan doen. Kijk. Mooi, dan zal ik alvast voor Roderick even al noedeltjes verkruimelen. Een glaasje met water pakken. Kan het dus namelijk even lekker warm worden, dat van Roderick. Dus even kijken of ik hier nog wat heb. Nou, sausjes, ja.
Zo, dat is dus voor Roderick. Mooi. En dan ga ik dus nu wel mijn nasi pakket er zo in doen. Lekker groentjes, zeker wel. Zo. Lekker een hele nasi pakket. Altijd lekker. Kijk, weet je wat ik lekker vind? En daar heb ik Roderick al, hoor ik al. Ja. Zo. Hey schat. Ja, goed. Mooi. Zijn wat vlekjes meegenomen? Hè? Zijn wat vlekjes meegenomen? Doe je goed? Doe je vanmorgen nog mee? Hè? Zie je vanmorgen of zo? Ja, misschien. Ja, wat bankjes. Hier zit vlees in, spekjes in, mozzarella en noedels. Mozzarella en noedels, oké. Okay. Dat gaat er ook bij mij zo doorheen hoor, mozzarella. Nee, nee. Ik weet ook niet of het smaakt hoor. Nee, of de noedels maar zacht zijn, dat denk ik prima. Ja, de. Dat ga ik ook doen. Mooi. Kijk, en geen groentjes eraan zo op deze manier. Hartstikke mooi. Nee, maar daar zorg ik wel voor. En dat de noedeltjes helemaal gaar zijn hoor, schat. Overgaan. Ja, nou, daar zorg ik wel voor hoor. Oké, dat is goed hoor. Kijk, daarvoor heb ik ook dan een beetje water erbij, hè? Een beetje water, hè? Ja. Kijk. Veel drinkwater? Hè? Huh? Veel drinkwater? Ja, tuurlijk. Is het drinkwater? Je moet opdrinken dan, niet in de pan gooien. Tuurlijk wel. Ook lekker toch, mensen. Gewoon lekker drinkwater en dat gewoon door het eten heen doen en ook gewoon lekker opdrinken, ja. Zou het toch koopwater zijn dan? Wel, ja, nu wil je. Nou, wil jij alvast de tv aanzetten, aan ja, de tv? Ja, dat wil ik ook. Dat moet even voor je doen. Dankjewel. Mauw! Nee, niet mauw! Lekker. Valt er met schijn niet eens op. Zo. En er ligt een kleine zwarte afstandsbediening op de zontafel. Ja. Als je daar nou op het rode knopje drukt. Juist, dank je. Hè? Ja, netjes hè? En maar hij heeft toch een geluid? Dat wil je niet weten. Ja. Doe maar hem alvast op één, lieve schat. Op, denk ik. Eén of... Ja, maakt eigenlijk niet uit. Zes kan ook.
Zo even rozijn pannetje wat lager zetten. Dan ga ik eventjes mijn mozzarella snijden. Even zo, mijn mozzarella lager even snijden. Zo, en eventjes in plakjes. Zo. En dat gaat er zo meteen ook bij. Ik zet hem even alvast hier neer. Ik ga even een sausje zoeken voor mijn noedels. Ik heb hier ook ergens nog even ergens noedels. Maar volgens mij had ik die, maar ik weet even niet waar ik die heb. Hé, hey, hoe doen we dat? Kijk hoor. Kijken of ik die nog ergens heb dan. Want dat weet ik even niet. Nee, want mijn kast is één grote dikke puinhoop. Namelijk. Ja. Mijn kast is één grote dikke puinhoop. Maar oké, ik kom er wel bij. Dat maakt niet uit. Nou, dan ga ik eerst even deze erbij doen. Kijk. Zo. Mozzarella erbij doen. Lekker. Zo, dan ga ik ook mijn noedeltjes erbij in doen. Zo. Hè? Wat? Ik hoor je niet, lief. Nou, gewoon even op pauze, AUB. Ja, gewoon op pauze klikken, AUB. Dat is mooi. Lief, ik ben bezig met een kookvlog, AUB. Oké, alleen zo. En dan gaat mijn noedels er doorheen. Ja. Maar jouw eten is al klaar. Maar ik hou hem hier nog wel even. Nee. Want dan kunnen we zo meteen samen eten in plaats dat jij het alweer alleen eet. Ja, dat is wel handig. Nou, en ik laat zo meteen eventjes het eindresultaat aan jullie zien. Oké, nou ik ga proberen zelf even een sausje te maken. Nou, dat is dus een beetje ketchup amanus. Zo. En dan, wat ga ik er nog meer in doen? Geen idee. Sowieso weer kruiden. Altijd kruiden, kruiden, kruiden bij mij. Lekker veel kruiden. Altijd kruiden. Ik moet altijd kruiden hebben. Maar dat zit ook altijd in die zakjes kruiden. Dus ja, dan doe ik het ook. Hè? Kruiden erbij. Peper erbij. Zo. Nou, deze weer even bij. Nee, die niet. Denk ik. Nou, een beetje knoflook erbij. Gehakte knoflook. Toch nog. Even lekker stinken dus. Zo. Beetje tabasco. Twee druppeltjes. Als ik sambal doe, dan doe ik altijd die van Ries erin. 1. 2. En dan pak ik eventjes een mesje, had ik hier al. Ja. Maar ik moet ook weer even roeren. Want deze brandt heel snel aan. Het brandt al aan. Joepie!
Ik kijk weer eens even hier op, want ik kijk eventjes naar mijn sausje vanzelf. Is ook niet handig. Maar met deze pan moet je blijven roeren en dat heb ik deze avond niet gedaan. Maar oké, komt ook wel weer goed. Alleen even nog een beetje pesto erbij. Even een beetje roeren dat even die sap erin wordt gemengd vanzelf. Zo. Zo. En dan doe ik een beetje mosterd er nog bij. Ja. Zo. Een beetje mosterd. Top. En nog een beetje limoensap. Ja, dan wordt het er weer een beetje fris van. Zo, dan hebben we alles gehad wat erin moest. En dan doe ik nog een beetje water erbij. Want dat doe je toch altijd, hè? Als je iets moet aanlengen. Met een sausje. En heb ik dus nu een eigen gemaakte ketchup saus. Dit ruikt lekker, mensen. Heerlijk. Ik ruik het al lekker. En ik moet wel even deze pakken, want het wordt heet aan mijn handjes anders. Zo. Nou, ik zeg, dit ziet er lekker uit. Dit ruikt lekker. Ja. Dit ruikt super. Nou, we gaan opscheppen. Die. En dan laat ik het jullie even zien hoe het is geworden. Dit is mijn pannetje. En dat is een roosterpannetje. Dus, wat zeggen wij? Eet smakelijk. En dank jullie wel voor het kijken naar Koken met Karin. En tot de volgende keer. Doei!